Goedemorgen, welkom bij het Beursjournaal van donderdag 29 januari. Europese beurzen maken na dagen van koerswinsten vandaag even pas op de plaats. Ondanks het fiat van het Amerikaanse congres voor de economische plannen van president Obama, kijken Nederlandse beleggers voor beurs vooral naar de redelijk goede jaarcijfers van Shell. De Brits-Nederlandse oliegigant boekte in 2008 een winst van 31,4 miljard euro. Een lichte stijging ten opzichte van 2007. Over het vierde kwartaal moest Shell echter een verlies van 2,8 miljard euro toestaan. Bestuursvoorzitter Van der Veer zei in een toelichting tevreden te zijn met de performance van Shell, gegeven de teruglopende vraag naar olie en gas vanwege een zwakkere wereldeconomie. De kredietbeoordeling van zowel ING Groep zijn door zowel Moody's als Fitch verlaagd, zo lieten beide beoordelaars gisteren weten. De verlaging volgt op de vervroegde publicatie van de vierde kwartaalresultaten. Hieruit bleek dat de winstgevendheid van de bank zwaar te lijden heeft gehad. Kwam er tevens nieuws van OC dat voorbeurs de jaarcijfers over 2008 bevestigde. De Nederlandse printerfabrikant heeft een winst van 3,8 miljoen euro bij een omzet van 2,9 miljard euro behaald. OC stelt een dividend voor van 15 cent per aandeel. Over naar nieuws uit Amerika. De Federal Reserve heeft gisteren na afloop van een tweedaagse vergadering bekendgemaakt dat het rentetarief ongewijzigd laat op 0 tot 1/4%. Het besluit van de Fed komt niet als een verrassing. De rente blijft mogelijk tot in 2010 onveranderd laag. Het Amerikaanse congres is gisteravond akkoord gegaan met het economische stimuleringsplan van president Barack Obama. Met 244 tegen 188 stemmen werd de injectie van $825 miljard in de economie goedgekeurd. Louter democraten stemden voor het plan. Naast het fiat van het congres aan Obama waren beleggers vooral enthousiast over de mogelijke plannen van de nieuwe Amerikaanse president om een zogenoemde Bad Bank op te richten. De overheid zou voor $1 tot $2 biljoen alle slechte leningen uit de markt willen halen. Zo gaat het gerucht. De Dow Jones sloot 2,46% hoger op 8.375 punten. Tot slot de Aziatische beurzen. Aziatische beleggers trokken zich niets aan van het eerste jaarverlies van Sony in 14 jaar. De Nikkei-index won dankzij de plannen van Obama 1,79% op 8.251 punten. Tot zover voor vandaag. Een hele fijne dag nog en graag tot morgen.